Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is bezig met de boost van verschillende industrieën. Dit zegt de directeur Industrie Donnegie Malone. Hij zegt dat de medicinale en industriële cannabis een van de industrieën is die een boost krijgt van het ministerie. In dat kader heeft het Surinaams Standaardenbureau vandaag de eerste cannabisstandaarden overhandigd aan minister Steffen Sang van HINT. Meloon wijst erop dat een ieder die nu in de cannabissector wil ondernemen verbonden zal worden aan deze standaarden. Het gaat erom dat je belangrijk dat je die standaarden hebben om te concurreren internationaal. Standaarden zijn belangrijk. We zijn, we zijn het ministerie die um, zeker x aantal standaarden hebben ontwikkeld op verschillende producten en diensten. En daarom is het van belang om die standaarden te ontwikkelen. De cannabisindustrie is eentje die een boosting geeft. We willen zeker uh, de industrie blijven boosten en zeker te meer een structurering daarvan. Uh, er is een commissie, daar is Volksgezondheid mee belast. Uh, de ministerie heeft de standaarden ook direct overgebracht. Aan de voorzitter, de heer Guardiola, van de commissie. Nou, het gaat erom dat uh, de mensen dan uh, eigenlijk gegijd worden. Wat de standaarden inhouden. Het is belangrijk dat de mensen ook weten en geïnformeerd raken. Het gaat erom dat we dat ook aan, koppelen aan wet en regelgeving. Zoals u weet zijn we bezig met het aanscherpen van de wet uh, van uh, medicinale cannabisgebruik. En het is belangrijk dat uh, je daarna gaat kijken naar als de mensen die zijn bezig zijn met het verbouwen daarvan, uh, hoe, kan ze, hoe kan je ze nog in shape brengen om de standaard te gebruiken en hoe kunnen ze daarmee dingen om te concurreren internationaal. Verder haalde Malone aan dat deze standaarden een belangrijke bijdrage zullen leveren bij het exporteren van cannabis. Ook zegt hij dat ondernemers in deze sector ook moeten denken aan het verwerken van cannabis tot eindproducten. Met, met vezels van de cannabis uh, kan je een hele, heleboel maken. Um, uh, het gaat om uh, huishoudelijke artikelen, het gaat om uh, verschillende zaken, kleding, etc. Dus um, ik die heeft me laten vertellen dat weefsel, een aantal dingen kan produceren. En te meer willen we zeggen dat uh, als er producenten zijn die daar in een markt zien, uh, willen we dat ook zeker gaan stimuleren, zodat we de eigen productie en een toegevoegde waarde aan ons bruto binnenlands product daar kunnen bevorderen. Donaghy Malone, directeur van het directoraat Industrie van het ministerie van HINT. Het Surinaams Standaardenbureau heeft vandaag de eerste cannabis-standaarden overhandigd aan de minister van HINT.